Hey, Gersik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En ja, jullie vragen je misschien af. Er is pas een episode van Minecraft Survival geweest. Op het moment dat ik dit opneem is het woensdag en jullie zien deze op donderdag. En er was al Minecraft Survival op maandag, dus ja, deze komt iets eerder. Denken jullie nu? En dat is omdat dit een bonus episode is. Dat is wat ik aan het einde van dit jaar even wil doen. Omdat ik omdat ik op 31 december, dus oudejaarsavond, wil ik episode 100 kunnen uploaden. Als een soort special. En dan is het een special van de 100ste aflevering van Minecraft Survival. En een special van oudejaarsavond. Ik ga nog niet vertellen wat het inhoudt. Maar ja, dat wil ik dus op die dag laten plaatsvinden. En ja, als ik door zou gaan. Als ik in dit tempo door zou gaan. Dus elke week. Dan zou ik niet bij episode 100 komen. Dan zou ik niet op tijd zijn. Dus daarom doe ik nu even eentje tussendoor. En dus de komende paar weken kan ik hopelijk steeds eentje tussendoor doen. Zodat we op tijd komen. Oh yes, lava. Lava Lake. Dat is dus waar ik nu even naar op zoek was. Dat is wat het voor video is. Het is een bonus episode van Minecraft Survival. De reden waarom ik Minecraft Survival altijd op zondag opneem en op maandag upload, is omdat ik zondag heel veel tijd heb. Dat is in het weekend. Dan heb ik meestal de meeste tijd om op te nemen. Daarom deed ik altijd Minecraft Survival op zondag opnemen en op maandag dan uploaden. En dan kan ik ook echt die Minecraft Survival episodes van 30 tot 40 minuten maken. Echt die lange video's. En daarom deed ik het dus nooit op doordeweekse dagen, want dan heb ik gewoon simpelweg niet genoeg tijd. En deze bonus episode, die doe ik dus wel op een doordeweekse dag. Dus ik weet niet zeker of ze altijd wel 30 tot 40 minuten lang zullen zijn. Omdat ik misschien niet genoeg tijd heb. Maar we zullen zien hoe het zal gaan. Dat was geloof ik alles wat ik wou zeggen. Laten we nu even over Minecraft praten. Waarom ik net een beetje rondliep, een beetje te zoeken, was omdat ik een lava lake zocht. En dit kunnen we in level 16 zetten, denk ik. Dan moet het wel opnieuw laden. Ik was dus op zoek naar een lava lake, want ik had maar 9 obsidian en ik wil wel een portal maken naar het Roofed Forest. Ik heb 8 saplings, dat is dus genoeg om een begin te maken van de dark oak trees in de tree farm. En dus ja, als we steeds meer saplings terugkrijgen dan dat we gebruiken, dan hebben we dus eigenlijk oneindig veel dark oakwood. En ik heb ook al wat gehakt. Maar ik wil er misschien later terugkomen om misschien verder te exploren. Want we zijn nog niet verder die kant op geweest. Ik geloof deze kant. Ja, je ziet de X gaat hier nog verder naar beneden. Dus ja, we kunnen daar nog verder exploren en dan nog meer nieuw terrein vinden. Dus ja, daarom wil ik even een portal hier later terugkomen. Of misschien wil ik later hier nog dark oakwood hakken. Of misschien wil ik hier ergens een caves gaan exploren in het nieuwe 1.7 terrein. Zodat we alle nieuwe dingen in de dungeons hebben. Oh ja, wacht. Nee, dat was 1.6. Dit is 1.7 terrein. Maar dan weten we dus ook zeker dat er horse armor kan spannen in de dungeons die we misschien hier ondergronds vinden. En dat we niet in oud terrein zitten te cave exploren. Dat we dan misschien een dungeon vinden met oude loot, zeg maar. Dus ja, ik had even wat meer obsidian nodig om hier een portal te maken. En ik had best wel geluk dat daar gewoon een lava lake was. Ik ga nu door het portal en hopelijk komen dan gewoon ergens random in de nether en niet bij een bestaand portal. Ik ga speeding niet meenemen totdat ik een veilige weg heb van dit portal naar het portal van de nether spawn. Dit is gewoon een nieuwe random plek. Dus ik ga de coördinaten straks even opschrijven. Ik ga nu teruglopen, want we gaan bij de base wat doen. We gaan niet verder exploren. Ik wil nog wel een keer verder exploren natuurlijk, maar nu niet. Ik ga Speedy pas weer meenemen door de nether als ik hier
een goede brug of een goede tunnel heb gemaakt. Oh kijk, daar zijn we eerder geweest. Dan zijn we niet eens zo heel ver weg in de Nether. Ja, als we een goede tunnel of brug hebben waar we gewoon met speedy makkelijk overheen kunnen rijden zonder gevaren. Of als ik een splash potion van fire resistance heb, want ik heb nu alleen normale. Die ik dan op hem kan gooien. Dat als ze in de lava vallen, dat hij niet doodgaat. Want het is wel een goed snel paard die ik graag wil houden. Dus ja, ik ga even terug naar de base. En dan... Oh nee, we gaan daar geen project doen. Maar we gaan wel aan het project beginnen. Ja, nou, maar niet... Dat is niet vlak bij de base. Want wat ik wil doen is dat ik een cave spider farm wil gaan maken. Geen XP farm, maar gewoon puur voor de string. Dus gewoon een EVK farm dat als je daar staat, dat je dan wat string kan verzamelen. Dus ja, dat wil ik gaan bouwen bij de cave spider spawners. Bij de twee cave spider spawners vlak naast elkaar die we een tijdje geleden hebben gevonden. Ik geloof rond episode 60. Daar heb ik geloof ik de coördinaten van. Ja, dus dan kunnen we die twee spanners, kunnen we die allebei gebruiken. En kunnen we hopelijk veel string krijgen. Want ik heb helemaal geen string meer. Ik kon niet eens extra leads craften voor de zekerheid. En als ik nog een keer een vuurwerkshow wil doen met meer dispensers, wat ik wel van plan ben, heb ik ook nog een enable string nodig. En voor de Enderman farm uiteindelijk hebben we ook tripwires nodig. Dus ja, uiteindelijk gaan we een enable string nodig hebben. Dus die cave spider farm is echt nodig. Dus daar gaan we deze episode in ieder geval aan beginnen. Oké, ik heb dus een deel van het stuk in de Nether naar het portal van het Roofed Forest heb ik gegraven, een tunnel gegraven. En daardoor heb ik ook wat Nether Quartz gemined, dus dat is mooi. Ik ben nu bezig met wat spullen verzamelen, maar ja, ik wou dat nog even zeggen dat ik ook wat Nether Quartz had gevonden. Oké, ik denk dat ik nu alles bij me heb wat ik nodig ga hebben. En als we bij de spanner zijn, dan leg ik jullie uit wat ik precies ga maken. Wat voor farm ik precies ga maken. Dus ja, dat zien jullie dan. De dubbele case spider spanner was dichtbij de plek waar we de paarden hadden gevonden. Dus we kunnen waarschijnlijk hetzelfde portal gebruiken. En ja, gewoon hetzelfde portal gebruiken en dan een stukje lopen. En ja, dan kunnen we daar makkelijk naartoe. Oké, ik was onderweg van het portal bij de paardenplains naar de case spider spanner. En toen zag ik dit. Ja, ik zie geen cobblestone, maar... Dit lijkt me toch een dungeon, toch? Nee. Oké, het was gewoon een vierkante opening. Oh, jammer. Ik dacht echt dat het een dungeon zou zijn. Oké, ik geloof dat we er zijn. Oh. Die ladder is een beetje vervelend. Kijk, nu is er daarboven... Ja, komt het licht van de zon hier beneden. Dat is dus wel handig. Dan is het dus meteen verlicht. Maar ik wil uiteindelijk nog met redstone lamps... wil ik ervoor zorgen dat we het aan en uit kunnen zetten. Dat lijkt me wel handig. Oké, ik ga hier even een trap maken. Ik ga eerst even een gebied uitgraven. Ja, wat we dus... Wat het, zeg maar het gebied waar ze in kunnen spannen wil ik uitgraven. Zodat ze zoveel mogelijk kans hebben om te spannen. Zodat het dus zo snel mogelijk gaat. Dat is geloof ik 9 bij 9. En... en een paar blokjes hoog, maar... Omdat we ik geloof dat die kant op nog een spanner was dus. Omdat we ze gewoon naar beneden willen laten vallen, gaan we dus dat 9 bij 9 op dit niveau uitgraven. En dan nog 16 blokjes naar beneden, geloof ik. Zodat ze doodvallen. Dat zou gewoon moeten werken. Ik ga nog even checken op Minecraft Wiki of het ook echt 16 blokjes waren. Ik geloof het wel. Ga ik nog even checken. En ja, dus ze vallen gewoon meteen naar beneden. Er wordt geen XP farm of zoiets, zoals ik had gezegd. Dus ja, ik ga nu een hebel graven en dan ja, ben ik zo terug. Oké, wauw, dit is echt heel cool. Daar heb je een spanner, hier heb je een spanner. En dat is dus geloof ik wat ik wist. Ik wist dat er twee spanners waren, maar ik hoorde een heleboel geluid. En het blijkt dat er hier nog geen is. En ik weet niet of deze dicht genoeg bij elkaar zijn... Om zeg maar allemaal alle drie tegelijk gebruikt te kunnen worden. Ik denk dat duidelijker wordt als ik zeg maar het gebied uitgraaf waar ze kunnen spannen. Ik heb hier trouwens even een chest en hier even een bed. Dus ja, dat wordt denk ik wel duidelijk als ik een beetje heb gegraven. Dus ja, dat ga ik nu echt doen. Dus ja, er zijn zelfs drie. Ik dacht dat er maar twee waren, maar
Dat is dus heel mooi, dat ze er toch drie hebben. Oké, ik heb hier de gebieden waar de cave spiders kunnen spannen. Zeg maar op hetzelfde niveau als de spanner heb ik voor nu alvast even uitgegraven. Bij alle drie de spanners. En ik heb even de coördinaten genomen van alle spanners. En dan steeds eerst voor de X heb ik het gemiddelde uitgerekend. En dan voor de Y het gemiddelde en dan voor de Z het gemiddelde. Zodat we de plek kunnen berekenen waarin we precies tussen alle drie spanners instaan. En dat is, als ik het goed uit heb gerekend, deze plek. Wacht even. Deze plek zou het zijn. Deze plek. En ja, deze plek zou het zijn. Niet die plek. Dus als je daar staat, dan sta je precies tussen alle drie spanners in. En dan ben je, geloof ik, ook nog wel in een bereik. Want dat is 16 blokjes. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, oké, dan ben je daar ook. Van die spannen daar beneden geloof ik het ook. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel. Dus, ja. Oké, ik heb hier nog even een X-ray machine gemaakt met redstone blocks en fences. Oké, daar heb je die spannen daar beneden en daar heb je die daar. En ja, ik geloof niet dat dit meer dan 16 blokjes zijn, gok ik. Ik ga het straks even nakijken, even precies naar de coördinaten kijken. Maar ik geloof dat het wel goed moet zijn. En anders gaan we iets meer naar die kant. Want deze twee spanners hierboven, die zijn nog in ieder geval in ons bereik. Want we hadden daar 11 of 12. Dus dan zouden we nog 4 blokjes dichter naar die spanner kunnen gaan. Dus ja, ik geloof dat het allemaal goed komt. Dus ja, nu begint het... de grote taak, alles uitgraven. Dat gaat wel even duren. Oké, dit is denk ik hoe diep het uiteindelijk gaat zijn. Mijn inventory zit vol met allemaal cobblestone. Dus ja, 16 blokjes hier tussen. Ik ga nu dus wel even testen of de spiders hier ook daadwerkelijk dood doorgaan. Voor de zekerheid dat ik niet alvast... ik heb helemaal mijn idee voor deze farm niet uitgelegd. Dat zou ik wel doen. Ik wou een rails hier rond laten gaan. Waar dan een minecart with hopper overheen gaat. En die minecart with hopper die kan dan alles verzamelen. Nu ben ik iets vergeten. Ik wou eigenlijk de spiders op slabs laten vallen. En dan die minecart with hopper eronder laten gaan. Onder die slabs. Hopper minecart, zeg ik maar even. Die kan de items door de slabs heen oppakken. Dat werkt als goed is gewoon. Want ja, als je gewoon... Stel je voor, ik doe hier nu rails op. En daar komt een minecart langs. En die spider die valt daar. Ook al gaat hij dood. Ja, ik weet niet zeker. Maar ik geloof dat zelfs als de spider doodgaat, dat hij dan wel de minecart tegen kan houden. Want mobs kunnen minecarts tegenhouden. Dus ja, dat wil ik voorkomen. Ik wil ze dus gewoon op half slabs laten vallen. Ik geloof niet dat het licht daar beneden invloed zal hebben op de spanner hier. Dus ja, dat laat ik gewoon aan. Nu kan ik denk ik meteen even de redstone lamps hier installeren. Gewoon heel simpel, gewoon 4 redstone lamps aan elke kant 1, zeg maar. Oké, dat ga ik nu even off-camera doen. En ja, dan doen we de eerste test. Oké, ik heb alle torches die eerst hierboven waren weggehaald. En zoals je kunt zien spannen er geen spiders. Ik denk dat ik deze ook nog even weg ga halen. Dan is het zeker dat redstone lamps ervoor zorgen dat er niks spant. Ja, ik geloof dat het goed zou moeten zijn. Die pilaar haal ik natuurlijk uiteindelijk ook weg. Laten we dus nu even testen. Even kijken. Zien we spannen. Er komt geloof ik ook nog wat licht van boven. Maar dat is denk ik niet genoeg. Hoop ik. Anders moet ik dat even weghalen. Ik ben sowieso dichtbij genoeg. Ja, daar hebben we er één. En die valt dood. Perfect. Dus dan gaan we die onderste laag die je daar hebt vervangen door half steps. En daaronder komt de rails dan. En ik ga dit even dichtmaken. Want ik geloof dat het misschien in sommige hoeken nog te licht is voor ze om te spannen. Misschien, ja, hier komt ook licht vandaan. Maar ja, jullie zagen het bewijs. Ze vallen hier dood. Als ze van deze hoogte naar beneden vallen. Oké, ik ben hier beneden bij de eerste spanner. En
Ja, dit was dus het niveau tot op waar het eerst was uitgegraven. Nu heb ik nog wat verder gegraven. En hier komen dus de half zes waar de spiders op landen. En hieronder komt dus een rails met een minecart. Met een hopper minecart die alle drops verzamelt. Ik zal wel even laten zien dat dit werkt. Oh, ik heb de slabs net weer weggelegd. Zo, je hebt daar een slab. En dan, oké, hij is nu leeg. En nu doen we dit. En hij gaat erin. Ja, oké, dat werkt dus. En dus, als hier spiders op vallen, komt deze af en toe langs. En pakt hij de string op. En de spider eyes. En dan moet hij ze in een chest doen. En daarvoor heb ik dit hier gebouwd. Dus ja, wacht, ik zal er even wat meer in doen. Zodat ik wat meer tijd heb om het uit te kunnen leggen. Hier zie je een rail die gepowered is. Als deze minecart hier komt. Oeps. Als deze minecart hier komt, wordt die geunpowered. Omdat de items door deze hopper gaan. Comparator pikt het signaal op. En gaat door deze repeater dat het signaal verlengd wordt. En dan redstone. En dan redstone torch die. En dan die redstone torch is normaal gepowered. Maar dus als hier een item doorheen gaat, wordt die geunpowered. Dus blijft de minecart net zo lang staan totdat zijn items op zijn. En komt hier geen signaal meer, dus gaat die weer aan. En dan gaat hij weer weg om opnieuw de string te pakken. Dus ja, dit is een handig ding. En ik ga er waarschijnlijk voor zorgen dat elke farm zijn eigen minecart heeft, zeg maar. Want als je één minecart door al die drie farms moet laten gaan, duurt het misschien wel heel lang. Kijk, ik denk niet dat het langer zou duren dan 5 minuten dat de items kunnen despawnen. Maar ja, voor de zekerheid geven we elke spanner een eigen minecart en die komen dan ongeveer op dit punt samen. Want dit is ook zeg maar weer ongeveer het gemiddelde van de spanners. Dat is hier geloof ik ongeveer. Oh nee, het zou hier zijn, maar dan ben je zo ongeveer in de farm. Dus ja, kan je het beste hier doen. En dan is het natuurlijk nog wat hoger. Maar ja, hier zou het dus samenkomen tussen de spanners in. En ja, ik ga nu denk ik de rails neerleggen voor de eerste spanner. En ja, dan zien jullie hoe dat eruit ziet. Oké, dit is waarschijnlijk hoe de rails gaat doen. Ik testte het net en ik geloof dat die echt wel snel genoeg gaat. Waarschijnlijk kan je ook nog wat minder power rails doen. Maar ja, dan gaat hij misschien soms net iets te langzaam. En jullie zien dat als hij daar bij het einde is, dat hij dan gewoon weer terugkomt als het goed is. Oké. Wordt weer gelanceerd en dan gaat hij weer terug. Dus ja, ik ga nu even de half steps eroverheen doen. En dan kunnen we hem echt testen. Ik ga die toortjes ook even weghalen, denk ik. En ja. Kijk, ik zal er snel. Oh nee. Jammer, te laat. En zie je, als er geen items in zitten, dan gaat hij gewoon weer terug. Dus dat is geen probleem. Dus ja, ik moet even mijn steps pakken. En dan maak ik dit helemaal dicht. En ja, dan kunnen we het voor het eerst testen. Weet zeker hoe ik dit ga doen. Dit is misschien. Nee, dit is niet zo heel handig gebouwd. Als een spider hierop zou vallen, dat zou nog wel kunnen, denk ik. Dan zou die wel doodgaan, want de slabs komen uiteindelijk toch op dit niveau. Als ze daarop vallen, gaan ze dood. Dus als ze daarop vallen ook. Dus wacht, als je hier items hebt, worden ze dan opgepakt? Oh, hij stond stil. Komt het omdat ik in de weg stond of komt het omdat ik misschien te weinig power drills heb gebruikt? Ik geloof dat het kwam omdat ik in de weg stond. Want we hebben net zonder probleem getest. Dus ja, hij gaat daar. En je zag ook dat hij die kop zo pakt. Pakt hij dat? Ja, dat pakt hij gewoon. Dat werkt gewoon. Dus ja. Oh ja, stond ik er weer tegenaan. Dus ja, ik geloof dat dit gewoon zou moeten werken. En ja, dan hebben we hier ergens de centrale opslagplaats voor alle string. Oké, daar gaan we dan. Dan komt de echte eerste test. Oké, lichten zijn uit. Oh, daar is nog wat licht wat naar binnen komt. Ik zal het even dichtmaken voor de zekerheid. En ja, ik heb het dus helemaal bedekt met half steps. En ik heb daar in het midden glowstone gedaan. Omdat het half steps zijn, is de helft van de glowstone dus daaronder. En ja, ik geloof dat jullie wel snappen dat het licht van die glowstone onder de half steps komt. En ja, dat zorgt ervoor dat er onder die half steps ook geen spiders kunnen spannen. Want ik geloof dat spiders bij een plekje van één blokje hoog kunnen spannen. Ja, daar gaan ze. Normale spiders heb ik er dan over. Ik geloof dat ze, als dit zeg maar 3x3 is, dan kunnen ze
spannen als er maar één blokje. Als het gebied maar één blokje hoog is, zeg maar. Dan kunnen ze dat. Dus daarom heb ik daar nog glowstone voor gedaan. En dat zou alles als het goed is moeten verlichten daaronder. Dus ja. Er waren wat spiders al gevallen. Jullie zien dat het niet super snel is. Het idee van deze farm is ook dat je echt gewoon uren EFK gaat staan. En dan uiteindelijk een heleboel string hebt. En dan met drie farms tegelijk heb je nog net iets meer. Even kijken, wat hebben we? Hebben we al iets? Kijk, straks komt hij waarschijnlijk aan. Ik hoor hem. Oh, daar ligt nog wat string. Kijk, is dat omdat hij er niet langs is geweest? Of is dat omdat hij het niet, misschien niet oppakt door de halfsaps? Oh nee, het is er nog. En ik geloof dat hij hier net langs is geweest. Oké. Dat is vreemd. Oké, dus even wat string gepakt. Oké, pakt hij het nu wel? Nee. Dat is vreemd. Dat is echt heel vreemd. Ik geloof dat hij hier net langs kwam. Oké, daar is hij ook al langs geweest net. Even kijken, waar is hij nu? Ja, ik kwam er weer langs en hij pakt het niet op. Misschien ligt dat eraan dat ze aan de rand liggen. Is dat misschien een probleem? Oeps, ik duwde hem geloof ik. Dat is misschien een probleem. Ik ga nu even kijken. Ik ga nu even de halfsteps weghalen. En dan even kijken hoe het zit als ik als ik geen halfsteps heb. Want dan wordt het sowieso opgepikt, dat weet ik. Maar stoppen de spiders de minecart dan? Dat weet ik niet zeker. Dus dat moet ik dan even uitzoeken. Dus ja, dan ben ik zo terug met een andere test. Aha, daar zag ik het net gebeuren. Een spider viel daar en die duwde de minecart terug. En je ziet dat hij nu heel langzaam gaat. Dus ja, daar moeten we wat aan doen. We moeten dus waarschijnlijk meer powered wheels gaan plaatsen. Dan moet ik waarschijnlijk meer gold gaan halen, want ik heb heel weinig gold. Maar ik heb hier nog wel 16 powered wheels. Dus we kunnen nog wel een kamer mee doen. En misschien alle drie nog wel. Maar als we er meer toe willen voegen, dan, ja, dan hebben we meer gold nodig, geloof ik. Dus ja, uiteindelijk wil ik hier meer powered wheels toevoegen. Maar ik ga er off-camera aan verder, want de episode is voor jullie geloof ik 20 minuten of zo. Maar dit was voor mij super veel werk off-camera. Al dat graven en zo. Oké, jullie willen het misschien nog wel even zien. In actie dat hij alles oppikt. Ja, en dan zonder die halfsteps pakt hij in ieder geval alles op. Ja, oké, jullie zien dat hij als een soort van stofzuiger er langs gaat. Oh, dat is echt grappig. Toen dit voor het eerst in het spel kwam. Minecraft with Hopper. Toen had Docam er een video over gemaakt. Docam ken je misschien wel van Minecraft. En toen zei hij dat het echt op een stofzuiger leek. En dat is wel waar. Want gewoon alles wat je op de grond gooit, dat zuigt hij op. Als het ware. Dus ja, jullie zien dit nog even. En dan wordt hij weer gelanceerd. En we hebben nu dus al half een stack string. Door gewoon heel even te wachten. Maar ik wil waarschijnlijk toch wel. Ja, kijk, ik zou waarschijnlijk door heel lang EFK te kunnen staan bij deze farm, zou ik waarschijnlijk al een heleboel string kunnen krijgen. Maar ja, kijk, drie cave spiders. Oeps, verkeerde kant. Hier wou ik even. Maar ja, drie cave spider spanners bij elkaar. Dat is, ja, dat is zo'n kans. Als je dat vindt, dan moet je je kans grijpen en er gewoon, ja, van alle drie een farm van maken, vind ik. Ook heb je het misschien niet echt nodig. Maar ja, dit was echt super veel off-camera werk voor mij. Het is nu al best laat en ik moet deze ook nog gaan bewerken. Dus ja, niet zo'n heel lange. Niet zo'n heel lange Minecraft survival episode. Maar ja, het was dan ook wel een bonus episode. En oh, dat waren er veel. Zagen jullie dat? Die spider die doodging, die duwde hem terug. En in dit geval is het geen probleem. Maar misschien. Misschien in sommige gevallen kan het wel een probleem zijn. En het beste zou natuurlijk zijn om overal powered wheels te hebben. Want dan kan het niet fout gaan. Maar ja, dan heb je veel gold nodig. Dit heeft trouwens ook best veel redstone gekost. Al 15 blocks. Dat is best wel veel. Dus ja, het is wel een bonus episode. Maar zoals ik zei, kunnen die niet altijd super lang zijn. En de nieuwe bomen aan de abonnees geven, dat blijf ik denk ik ook gewoon in de in de hoofdepisodes doen van Minecraft Survival. Dus ja, dat was alweer alles voor deze episode. Niet super lang, maar wel leuk denk ik. Ik ga hier off-camera echt veel aan verder. Vooral veel graven.
En misschien ook Cave Explorer. Of misschien doe ik dat onkermen in de volgende episode. Maar ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.